Kijk, daar gaan hoor. Daar gaat ze. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag zondag en het is vandaag zondag. We hebben lekker uitgeslapen. Ik werd lekker gewekt door mijn vriend met een kop cappuccino. En ik moet nog heel veel de woonkamer opruimen, want daar ligt nog allemaal kleding en shit. Ik heb geen lipstift op. Dat ga ik niet zo laten. Ik moest heel veel mijn Candy Yum Yum lipstick pakken. Ik heb trouwens gisteren een portemonnee gekregen van mijn moeder, wat echt super lief is. En dat is deze. En die is van... Even kijken, die had een naam. Chick on a Mission. Nee, dat was het niet. Oh, hier staat het. Oh, het heet wel Chick on a Mission of zoiets. Maar in ieder geval, ik vond hem heel erg stoer. Mama gebruikt hem niet meer, dus die mag ik meenemen. Echt super lief. Ja, de binnenkant ziet er zeg maar zo uit. Heel gaaf. Die mocht ik meenemen gisteren. En verder gaan wij zometeen waarschijnlijk heel veel de stad in. En daarnaast hebben we niet echt heel veel plannen. Ik moet nog heel veel wat editen. Nee, jawel, dat moet ik wel. Ik moet sowieso, ik wou eigenlijk niet werken vandaag. Maar ja, ik moet wel editen, want anders komt de vlog morgen niet online. Dus ik moet nog wel voor de vlog van maandag editen. En daarna ga ik gewoon lekker, lekker met Milan genieten van zondag. Ik ga eerst even Coco uitlaten. Zo. Oh, en ik kreeg allemaal appjes binnen. Maar goed, ik ga me even verder klaarmaken. En dan ga ik heel veel lekker met Coco wandelen. En dan zien we wel wat er van deze dag komt. Milan en ik gaan heel even samen naar de stad. En ik ben heel even op Milan aan het wachten. Want die moest zijn bord heel even terugbrengen. En, want hij heeft een sporttas nodig. Want zeg maar een beetje zo'n weekendtas wat hij mee kan nemen. Dus daar gaan we heel even naar op zoek. Want hij heeft nog helemaal niet zoiets. En ja. Ik ben onverwachts ongesteld geworden. Waar ik niet zo blij mee ben. Maar ik heb heel slordig de pil geslikt. Of nou ja, heel slordig. Ik zat gisteren in de trein en toen dacht ik. Fuck, volgens mij ben ik de pil vergeten in te nemen. Maar ja, toen zat ik al in de trein naar mijn moeder. Dus ik kon hem sowieso ook pas 's avonds innemen. Maar ik had hem die dag ervoor. Was ik hem volgens mij ook vergeten. Toen kwam ik dus 's avonds thuis. En toen was ik inderdaad al 2 dagen de pil vergeten. Maar ja, goed. Ik ben gelukkig ongesteld geworden. Dus so be it. Het is heel erg stom van me. Maar ja, nou ben ik ongesteld. En ja, dan kan ik daarna weer lekker 3 maanden doorslikken. Want je hoeft maar een paar keer ongesteld te worden per jaar. 2 of 3 keer of zo. Ik ga even wachten op Milan. En dan lopen we even lekker door de stad heen. Het is zondag, het is mooi weer. Ik ben blij, Milan is blij. Dat is altijd fijn. En Milan die zegt altijd, wat ik altijd grappig vind aan deze zonnebril. Is dat Milan of hem, vindt hem heel erg vet. Of hij heeft hem een tijdje niet gezien en heeft zoiets van, wat is dat voor hippie? En nou ja, ik vind hem sowieso tof. Dus mij boeit het niet wat andere mensen ervan vinden. Want ik moet ermee lopen. Maar ik vind het wel zo grappig dat Milan altijd die bril weer vergeet. En hem dan of heel tof vindt of vreselijk. Dus nou ja, ik weet het ook niet. Kijk wat een kleur al deze ballen. Het is echt super leuk. En Milan is op zoek dus naar een sporttas. Volgens mij heeft hij iets gevonden. Hij was even vergeten dat het ook een voetbalkopje was. Hij was even vergeten dat er ook een voetbalkopje was. Hele winkel doorgelopen voor een sporttas. Staat hij gewoon voor zijn neus. Oh, je was tegen mij aan het praten net. Ja, maar mij niet uit hoor. Ik praat gewoon altijd eeuwig alleen maar tegen de camera. Milan vergeet gewoon dat ik ook wel eens naar hem kan praten. Het is toch ook vreselijk. Maar goed. Zo, wij zijn weer terug uit de stad en heel veel fanfoto's en lieve kijkers ontmoet. Echt super grappig. En kijk eens wat we hebben gescoord. Kruidnoten. Chocolade kruidnoten. Ik ben echt een heel erg gelukkig meisje nu, dus dat vind ik heel erg chill. Verder heb ik nog een verrassing voor Milan. Dat heb ik hem nog helemaal niet verteld. En dat ga ik jullie ook nog niet vertellen. Maar we krijgen soms een visite. Dus ik ben heel even aan het wachten daarop. Totdat ik een telefoontje krijg. En waarom ik het jullie ook niet ga vertellen. Is niet omdat jullie het nu mogen weten. Want over een paar uur weten jullie het. Over een paar minuten weten jullie het gewoon. Als ik het vertel, dan hoort Milan mij. En dat risico ga ik niet nemen. Dus ja, ik ga even lekker wachten. Of lekker wachten. Ik heb net al 20 minuten geslapen. En ik vind dat... Ik vind het altijd zo typisch. Want als ik heel veel 20 minuten wil slapen. Echt, mijn telefoon. Ik ben helemaal niet zo'n hele grote apper en zo. Het is niet zo dat mijn telefoon de hele dag overuren draait. Dan wil ik 20 minuten slapen. Maar dan zet ik mijn telefoon op luid. Voor als er iets aan de hand is. Of vanwege mijn verrassing dat ik hem wel even op luid heb te staan.
krijg ik echt in die 20 minuten 500.000 appjes, Skype-berichten, mailtjes binnen. Fuck my life. Maar goed, maakt allemaal niet uit. We hebben in ieder geval lekker geshopt. Milan heeft 2 shirts gekocht en sokken. En hij heeft de sporttas gevonden. Uiteindelijk die eerste die hij ook liet zien. Ja, we zijn dus goed geslaagd. Toen hebben we nog lekker een shake gehaald bij de V&D. En dat was een smoothie van aardbei en yoghurt. En dat vind ik echt... Ik ben helemaal niet zo'n smoothie fan. Of nee, dat was ik wel. Maar ik ben er toen heel ziek van geworden. Dus ik vind het niet meer lekker. Maar aardbei yoghurt, daar hou ik echt nog steeds heel erg van. Dus misschien moet ik dat binnenkort zelf ook maar weer in huis halen. Dat ik dat zelf ook thuis kan maken. De ouders van Milan zijn hier. En Irma staat op het hoverboard. Maar ze doet het beter dan mij. Kijk, daar gaan hoor. Daar gaat ze. Irma doet het gewoon. Ik ga op mijn bek. Pirouetje. Oeh, wordt ook al duizend. Ho. Oh. Ho. Oh. Ja, ik ging al halen, hè. Yo, doei doei. Superleuk. Dat vind ik echt oprecht heel stoer, want ik kan het nog steeds niet. Ik heb er al 3 keer op proberen te staan, of 2 keer. Maar mij lukt het nog steeds niet. Wat een baggerlicht eigenlijk zo. Maar goed. Ik stond dus op het punt om naar bed toe te gaan. En toen realiseerde ik me dat ik de vlog van morgen nog helemaal niet heb geëdit. Super kut. Dus nou moet ik dat nog even gaan doen. En het onweert en het regent als een malle. En ik merk dat Coco ook een beetje bang is. Vind ik... dit is echt niet normaal ook gewoon. Goed, ik ga heel even snel editen. Ah, kut, sorry. Nou heb ik allemaal special effects en shit. Heb ik hier niet op. Fuckeduck. Dan moet ik ook nog heel veel gaan downloaden dan. Oh, ik baal hier zo hard van. Prima. Oké, ik ga heel snel mijn vlog editen en daarna ga ik lekker naar bed. Maar ja, dat moet ik dus nog wel eerst even doen. Het is 11:30. Ik zie jullie zometeen als ik klaar ben. Skit. Oké, mijn vlog zit in de render. Ik ga nu even lekker douchen en dan ga ik daarna stoppen met de upload. Want ja, het duurt super lang het renderen op deze laptop. Er wordt trouwens heel veel gevraagd wat ik met mijn laptop ga doen. Ik heb mijn laptop al aan iemand beloofd, dus die ga ik al weggeven. Ik ga ze dus niet verkopen of wat dan ook. Dat ga ik niet doen. En op de laptop, op welke laptop ik eigenlijk altijd editte, dat was de laptop van Milan. En dat is gewoon zijn laptop. Dus ja, die MC, daar doe ik niks. Daar kan ik niks mee doen, want dat is ook niet mijn laptop. Maar goed, de Acer laptop die ik wel had voor mensen die mij echt al heel lang volgen. Die is ook heel erg sloom en gewoon op. En die moet helemaal leeggehaald worden en bla bla bla. Maar bijvoorbeeld alleen al het renderen op Milans laptop duurt misschien 10 minuten. En bij mij gewoon 21. Hij duurt nu nog 21 minuten en hij is op 29%. Daar baal ik van. Het is al na 12 en ik wil eigenlijk zo graag op bed liggen. Maar goed, het hoort ook bij het YouTube leven. Ik ga even lekker douchen, maar ik ga wel alvast de vlog afsluiten. Want ja, ik ga hem alleen nog maar uploaden en daarna ga ik gewoon wel echt naar bed. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! Oké, shout-out naar mijn moeder met een goede kledingstijl, want ik heb me inmiddels om kunnen kleden. Ik moet wel zeggen, ik voel me hier niet heel erg lekker in, want ik hou gewoon niet echt van blote benen. Maar het is te warm om me daarover druk te maken, dus...